Goedemiddag. Bij de controle van de ramen van vorig jaar kwam ik een beetje van alles tegen. Nu zijn mijn vragen, smijt ik die het beste in de vuilnisbak, gebruik ik ze opnieuw of smelt ik ze? Dank wel alvast voor eventuele tips of andere commentaar. Ramp. De wasmot zit in mijn kast. Wat gaan we nu doen? Eén voor één de raampjes controleren. Het buitenste raampje ziet er nog oké uit. Op een paar dode bijtjes na hier ook. Hier houden we dus het raam in het licht. Als we er nog een heel klein beetje kunnen doorkijken, is het eigenlijk nog een jaar bruikbaar. Zie je dus niks niet meer, dan moet het onherroepelijk in de stoomwassmelter. Maar ook hier zien we dus nu al een eerste spinsel. Het valt nog mee. Als je veel raten hebt, kun je dat in de wasmelter doen. Als je dus over weinig raten beschikt, kan je zeggen ze, ja, ik neem het nog mee. Hier is het wat anders. De wasmot heeft hier haar buikje volgevreten ze. En er zitten zelfs volwassen wasmotten in, die dus nu dood zijn. En een heleboel poppen. Je ziet dus hier ganse clusters met poppen. Dus dit raam is helemaal niet meer bruikbaar. En dit moet in de wassmelter. We zijn onze ramen stok verder aan het bekijken. Ze. En wat zien we hier? Een vrij donkere raad, hoe aangetast door de wasmot, is voor de wasmelter. Het volgende raadje. Ze. Zit een klein beetje voedsel in, is perfect bruikbaar om volgend jaar terug te gebruiken. En hier heb ik dan een vol voederraam. Dus als we dat in het licht houden, dan kunnen we zien dat dat waarschijnlijk een raam is met honing. Het bleke zou ik zeggen, dat is waarschijnlijk voorjaarshoning. Die donkere vlekken, dat kan zomerhoning zijn of dat kan suikerwater zijn. Hier onderaan zie je dus dat er dus nog een luchtkussentje tussen het wasdekseltje zit. Zulke zaken zijn heel gemakkelijk dan om te verwijderen als je dat moet slingeren. Dus hoe ouder dat raad wordt, en dan verdwijnt dus eigenlijk dikwijls dat luchtkussentje en dan valt dat dekseltje tot op de nectar, honing of het suikerwater en wordt dan donkerder. Dat is ideaal als noodvoeding in het voorjaar mocht zich dat voordoen of om te gebruiken ze als je volgend jaar aflegjes wilt maken, dan kan je dus zo'n raam meegeven en dan hebben ze al ogenblikkelijk een ruime voorraad mee. Zulke ramen ze moet je goed bewaren. Hè? Dat raam, ik kijk in het licht, er zit een beetje stuifmeel in. Ik bekijk de ommezijde en ik ruik, het is licht zuur. Het was waarschijnlijk onrijpe honing, die dus nu aan het gisten is, dat is dus niet meer bruikbaar om terug te geven aan uw bijen. Dat gaat ook de wasmelter in.
een raampje. Hier zie je dus duidelijk, hier heeft dus voedsel gezeten. Ze. Het donkere gedeelte is gebruikt als broedruimte. Ook hier heeft de wasmot een stukje uitgebeten. Ze. Is in principe nog bruikbaar als je dus over weinig voorraad beschikt. De bijen zullen dat hier wel herstellen. Ze. Het kan wel gebeuren dat ze daar darraad aan bouwen. Ook hier terug, een raam met stuifmeel en licht aangetast door de wasmot. Best te hersmelten. Een raam met een heel kleine beschadiging, perfect bruikbaar nog. Beste collega's, hartelijk dank voor uw aandacht. Suggesties en aanbevelingen kan je doormailen via info@imkersbonddeinze. En alle andere info vind je ook altijd terug op uw vertrouwde webstack imkersbonddeinze.be.